Het is tijd voor een avondje trio. Ik ben aan het try-outen voor Fantoomgeluk. Dat is mijn nieuwe muzikale cabaretvoorstelling. Ik ben aan het try-outen voor mijn nieuwe voorstelling. Ik bedoelde het niet zo. Voor mijn allereerste voorstelling. Voor mijn tweede voorstelling. Voor het Leids Cabaret Festival. Voor mijn avondvullende voorstelling Huppetee. Voor theatervoorstelling Hooggelijk. Mijn tweede avondvullende voorstelling. Om onze show Comedy Healing te testen. Mijn tweede voorstelling alweer, sluitingstijd. Nou, ik ben bezig met een nieuwe show. Die is nog niet af. Die heet Rock'n'Roll. Ik ben een nieuwe voorstelling aan het maken, geen punt. En daarvoor ben ik nu nieuwe verhalen, nieuwe grappen aan het testen. En mensen moeten naar Trio komen, omdat je daar 3 cabaretiers krijgt voor de prijs van 1. 3 verschillende smaken. Verschillend. Dus voor ieder wat wils. De ene act is meer af dan de ander, maar het is altijd verrassend. En het zijn ook avonden waarop wij onszelf verrassen op het podium. Omdat je dan echt iemand puur en keihard aan het werk ziet. Eigenlijk het enige moment om de ongepolijste versie van de theaterpersoon te zien. Tijdens een try-out kun jij als bezoeker misschien zelfs van invloed zijn op de uiteindelijke show van de cabaretier. Want als jij hard lacht, dan komt die grap in de voorstelling en anders niet. Dus je komt op een heel puur moment binnen en je krijgt toch de lach mee. En het is ook gewoon spannender om naar te kijken, vind ik zelf altijd. Als iets nog net niet helemaal af is. Kijk in de keuken. Mensen kunnen vast proeven. En bij een try-out is het nog heel puur. Dus je ziet gewoon work in progress. En je ziet ook echt allemaal nieuwe dingen. Dus dat is wel heel erg leuk. Gaat wel eens wat mis, maar gaat ook wel eens wat goed. En soms echt een soort magisch heel goed. Je kan ze daar zien nou, groeien en sterven. En oh, het is handig voor ons. Heel leerzaam. Hè? Ze leren er heel veel van. Het publiek ook trouwens hoor. Want, het publiek heeft ook zoiets van, goh, weet je, was ze weggelopen van, hé, hey, daarom was het zo goedkoop. Hoe vinden wij het om nieuw materiaal uit te proberen? Ja, hoe vinden wij dat? Hoe vinden wij dat eigenlijk? Hoe vinden we dat nou echt? Het is super spannend om nieuw materiaal uit te draaien. Dat is echt fucking eng. Het is altijd heel spannend. Fucking eng. Fucking spannend. Onbegrijpelijk, dat is het soms. Eng. Ja, fucking spannend. Doodeng. Darmkrampen, weet je, soort klamme handjes. Het is spannend op een hele andere manier, omdat alles gewoon een beetje los staat nog. Dus het is moeilijk, maar het is ook een overwinning op het moment dat je op het podium staat en datgene waarvan je dacht dat het werkte, dat het ook echt werkt. Dat prikkelt, dat houdt jezelf scherp, het moet ook om je materiaal uit te breiden. De dingen waarvan je thuis hebt bedacht, oh, dit is hilarisch en dat het dan ook echt werkt. Of soms ook de andere kant, dat je denkt, dit is hilarisch, dit is een polifinario. En dat je denkt, nee, het is hooguit klappapier. Dat vond ik altijd heel eng. Tot ik dacht, eigenlijk heb ik niks te verliezen. Het maken, dat is uiteindelijk waar je het voor doet. Maar tenminste, bij mij gaat het wel om het maken van de show. Maar als het wel lukt, dat is heel erg vet. En dat voel je als publiek, voel je dat ook. Nou, ik vind dat eigenlijk wel het leukste wat er is. Omdat je dan iets verzonnen hebt 's middags. En dan, ik voel me dan echt wel een kunstenaar en zo. Echt een soort van een atelierachtige sfeer. Ja, echt heel leuk. Als het werkt, dan heb je de beste avond van je leven. De spannendste avond eigenlijk die je kan hebben in het theater.